Ah, hoi. Welkom bij de op de set van de film De Jachterwachter door de Rundfunk gemaakt. Kom maar mee, dan laat ik jullie alle ins en outs zien. Welkom dichter! Goedemorgen, welkom bij Camping Hivo Harmonie in vele opzichten. Jachtopzichter! Als je maar hard genoeg blijft werken en positief blijft, dan komt alles goed. Echt een succesnummer. Oh, dank je. Dat was de kast is kinderlijk. Tom, ja. Wat is er met je haar gebeurd? Het personage dat ik speel is een totaal aan lage wal geraakte, uitgerangeerde kindster. Wie ben jij? Ronnie Bosboom junior. Ah, Ronnie Bosboom, gewoon op camping Hivo. We vonden het wel leuk als het kalend zou zijn. Toen zaten we samen met de lieve dame van de make-up zaten we te kijken wat we dan zouden doen. En zij was het hele tijd aan het uitdunnen boven. Want ik heb normaal gesproken heel dik en heel veel haar. Maar toen was het aan het uitdunnen. En toen dacht ik de hele tijd, ja, nee, het is het niet, het is het niet. Tot ze zei, hé, maar moet ik anders niet gewoon aan de voorkant dit stukje weghalen? En toen dacht ik, nou, laten we maar proberen. En toen deed ze het. En toen ineens zat daar Ronnie Bosboom junior. Ja. Zullen we een keer de receptie laten zien? Ja, oké. Okay. Het is echt een soort pornohok. Ja, het is een soort kots van pastel of zo. Het is, ziet er iets uit als iets waar Patricia Pai erg blij mee zou zijn. Het personage dat ik speel heet Ronnie Bosboom junior. Maar wat doe je van genoemd? Het is best wel donker. Anders zorg dat je op tijd je camera klaar hebt. En dat was vroeger de allergrootste... Jantje Smit keer 100.000 miljoen. We hebben heel veel merchandise van Ronnie Bosboom junior. Dit is dus het kind. Dit vind ik vooral heel leuk, dat we een asbak hebben, dat je peuk kan uitdrukken op zijn gezicht. Natuurlijk bekende hits, ik ben zo ontzettend eenzaam. Ja. Voor het werken werken, na het werken werken. Dit is een schreeuw om hulp. Publiek klapt, papa slaat. Oh ja. Inclusief blauwe ogen. Al zijn nummers gingen ook over, ik wil niet meer optreden, stop alsjeblieft papa met slaan. Maar mensen gingen gewoon lekker. Nog nooit heb ik voor mij. Ik word altijd met geweld gedwongen. Ik ben toch ook nog maar een kind van elf. En kan niet op, helaas niet vanzelf. Dit is eigenlijk het kamertje waarin het personage van Yannick woont. Oh joh. En hij leeft eigenlijk tussen de gevonden voorwerpen, omdat hij dat zelf ook eigenlijk een beetje is. Zijn bed is een luchtbed, zijn deken is een gordijn. Dus eigenlijk zijn we heel erg drama aan het maken. Maar mensen denken nog steeds dat we een absurdistische comedy aan het draaien zijn. Het is helemaal niet om te lachen. Nee, het is eigenlijk een heel heftig, heel verdrietig verhaal. Maar goed, ja. Waar is Yannick eigenlijk? Ja, Yannick speelt de hoofdrol van de film. Dus Yannick moet de hele tijd scènes draaien. Terwijl ik maar een grote bijrol heb. En dan moet ik heel veel langs de kant zitten. Tom heeft dat niet doorgehad. Maar tijdens het schrijven heb ik heel erg bewust zijn rol steeds kleiner gemaakt. En dan paaide ik hem met heel veel complimentjes. En af en toe gaf ik hem gewoon ook wat dingen cadeau. En dan was hij even afgeleid. Want Yannick heeft natuurlijk is het gezicht en de grote naam. Ik niet. Dan schrapte ik allemaal scènes van hem. Omdat ik uiteindelijk hoop dat ik in mijn eentje gewoon de ster ben. K3. Als we hier op de set elkaar complimenten geven, dan zijn dat meestal complimenten van Jezus, dit ziet er kut uit. Of oh, dit is lelijk. Ja, bij alles, bij de kleding en bij de decors en dingen, dat we steeds zeiden, oh, dit is kut. En dan was het heel positief. Het is heel erg lelijk, maar daardoor super vet. Dit pakje van mij, dit blouseje, dat is dan gekozen op de kleur die mij het allerslechtst staat. Dat is heel leuk. Dit super domme kapsel. Ja, ik bedoel, je hebt Toms kapsel gezien, dat is nog dommer. Maar dit is ook een super dom kapsel. Dat is super kut, dat is heel leuk. Zijn er vandaag ook beroemde acteurs op jou na dan natuurlijk? En Yannick? Yannick van der Velden, Peter Bolhuis. Houd je bek! Is in het toneel een hele beroemde acteur. Ja. Maar ja, die kennen jullie natuurlijk niet, omdat jullie nooit naar het toneel gaan. Dus je zou eens een keer je horizon verbreden. We gaan naar de douches. Ja, we zijn begonnen met draaien in die week van de hittegolf. Oh. Toen was het zo pampa heet. Pampa? Pampa, dat is een nieuw woord. Ja. Ik vind tattoo ook nog wel een goeie. Ja, ik vind onmin alleen heel erg kut. De douches, het was 35 graden of 40 zelfs. Ja, het was hier onmin heet. Toen was het dus, dat hele zand hier was helemaal... Helemaal zand. Helemaal zand. Het was helemaal uitgedroogd en helemaal wit geworden. Maar door dit allemaal heel erg zo die... Red Dead. Arizona, ja, Red Dead. Een beetje dat het zuiden van, dat gure zuiden van Amerika. Ja. Daar een beetje allemaal begon te lijken.
dat was super vet. Het was wel echt heel erg kut om te draaien, want het was heel erg heet. Om in heet, zou ik zelfs durven zeggen. Rob, hoe is het om met deze gasten te werken? Geweldig. Hey, het is ontzettend... Net zei je wat anders. Nee, ja, het is heel erg leuk om met deze jongens te werken. We hebben een ongelofelijke klik met elkaar. We hebben eenzelfde soort levensbeeld. We houden allemaal van grappen die niet politiek correct zijn. En we laten ons inspireren door dezelfde soort de cinema en sketches van anderen. De humor, absurdisme, dat is, daar houden we allemaal van. Kom, ik laat je de speeltuin zien. Ja, vet. Mag je hier aan kinderen zitten? Dit is wel enorm leuk. Ik kan jullie nu wel meenemen naar de vuilstortplek. Ja. Dus dat is echt op deze kutcamping het allerkutste. Ja. Oké, dit is de schroothoop. Oh, we moeten eruit. Oh. Oh, ja. Actie. We moeten weer terug. Ze gaan draaien gelijk. Geluid en camera. En actie. Goedemorgen, lieve camping. We gaan er een mooie dag van maken. Houd je bek. Ik probeer te slapen. Stop, dit was geweldig. Stop. Jullie komen redelijk te bek. Oké, jongens, standby. En actie. Houd je bek! Yannick, filmster. Hoe vet zou het zijn als dit een succes wordt in China of zo? Ik wil draaien. Sorry. Stilte, actie! Goedemorgen, lieve camping. We gaan er weer een mooie dag van. Houd je bek! Ik probeer te slapen. Oh, sorry, ik dacht dat de muziekje wel wakker... Houd je bek! Ik probeer naar muziek te luisteren. Dat was me even wat, hè? Ja, het gaat echt per, zeg maar, 10 seconden of zo, die film. Ja, maar dit is helemaal in het begin, dus... Oké, gaan we nu nog daarin of kan het nu eigenlijk even niet? We zijn nu even hier bezig. Ja. Dat zie je toch? Dit is de caravan van Ronnie. Ja... Goed ook weer. Mooi, hè? Even mooie gordijntjes. Dit was de rondleiding van de camping Hivo op de filmset van Rundfunk. Mooi. Rundfunk met de film Jachterwachter. We zijn weer terug op de set. Yay. Van Jachterwachter. Avondopnames of nachtopnames eigenlijk. Laten we gewoon nachtopnames, want het klinkt spectaculairder. Maar het zijn ook nachtopnames, want we gaan door tot 5:30. 6:00. Serieus? Zeker. We zijn hier omdat ze vanavond shit in de fik gaan steken. En dat is altijd een goede reden om ergens langs te komen als iets in de hens gaat. Wat gaat er in de fik, Yannick? Een caravan. Avondopname, is dat nou heel anders dan een dagopname of is het hetzelfde? Nee, het is heel anders, want het is toch wat, je raakt, hoe zeg je dat, sneller vermoeid. Ja? Ja, dus het is vaak toch een beetje zwaarder werk, omdat op een gegeven moment die duisternis, die gaat toch invloed uitoefenen op je gemoedstoestand. Ja. En het, dus wat dat betreft is het, heb ik liever een dagshoot. Het is 11:00 s'avonds en dit is de super luxueuze crew tent. En mensen zitten hier lekker aan een salade en een kippie en zo, en dat noemen ze dan om 11:00 s'avonds. Lunch. Leuk. Hoe is dit nou anders, hè? Zo vet acteren in verschil met bijvoorbeeld in Dumpertreten zitten? In Dumpertreten moet je in principe nul voorbereiding hebben, slecht geslapen hebben, niet echt heel veel doen of zo. En voor dit eigenlijk allemaal wel. Ja. Dit is hard werken, dit is goed voorbereiden, dit is goed slapen. Talent hebben. Talent hebben. Ja, eigenlijk is het precies het tegenovergestelde aan Dumpertreten. Ja. Hoeveel invloed heb je eigenlijk op welke acteurs te meedoen in de film? Ja, we beslissen het een beetje met z'n vieren, met de dramaturg en met Yannick en ik en Rob, onze regisseur. Dat was hij grappig aan het doen. Zo grappig. Ik zag het niet. Hij is wel een goede veldwebel. Lekker man.
Yannick, dat is ja, wij snappen elkaar. Wij voelen elkaar heel goed aan. Is daar nooit strijd? Is er nooit gevecht over Jawel, hoe een scène moet zeker. Zijn? Dat is zeker strijd, maar dat is ook mooi. Zij beschermen natuurlijk hun ideeën en terecht, want zij schrijven het ook en ik probeer... het script mee te lezen en ook wat ideeën toe te voegen. Dat Rob iets verzint, dat hij zegt Rob. Maar dit slaat nergens meer op. Het stinkt hier echt fucking hard uit. Moet ik even een voorbeeld zoeken, maar ik herinner me echt een paar momenten dat we... Ja, dat een jongetje verdrinkt en gewoon dat je een shot ziet van een kinderlijk dat zo drijft. En dat wij dan moeten uitleggen dat een kinderlijk niet grappig is. We zijn het niet altijd met elkaar eens natuurlijk, omdat zij heel erg hun ding willen beschermen. En vaak zitten er ook zulke diepe grappen in dat ik dan met terugwerkende kracht en denk ook van, oh ja, shit, dat is toch wel grappig. Dat had ik dan eerst niet voorzien. Dus dat is ook een beetje typisch aan hun stijl. Soms dat je het gewoon even niet hebt begrepen van iemand. Soms moet je even iets inzinken. Maar het is ook vaak genoeg voorgekomen dat een van ons iets heeft bedacht wat we echt heel grappig, wat diegene heel grappig vond en dat de ander niet leuk vond. En dan is het gewoon pech. Dus het gaat nooit zo ver dat we elkaar de hersens inslaan. Stefan, uit België. Ja. Helemaal hierheen gekomen om een caravan in de hens te steken. Ja, niet alleen voor die caravan, hè, maar ik speel de band met de gier. Ja. En ja, de caravan in brand steken is een van de dingetjes die we hier doen. Er is een brandende caravan en daar moet een kind uitkomen. Maar we kunnen natuurlijk niet echt een kind eruit laten komen. Dus daarom mochten ze mijn sekspop van thuis mochten ze meenemen. Ik heb een Nederlandse schoonfamilie. En als ik dan zeg, oh, ik ga nu met die mannen van Rundfunk een film maken, zeg ik, wauw, dat is wel graaf. Je moet de set op. Ja, top. Nou, ik was net iets te lang. Dankjewel, Stefan. We don't need no water, let the motherfucker burn. Waarom moet je naar de bioscoop gaan om deze film te zien? Omdat het zeg maar een heel bijzonder filmuniversum is. Waar heel veel hele bijzondere uitgesproken karakters mee spelen. Vuur, je moet naar de bioscoop komen. Vuur, oh my god, vuur. Holland meets Quentin Tarantino en dat vind ik er wel graaf aan om daar deel van uit te maken. Als je nu in het script leest en je bent steeds een pagina verder, dan is er volgens mij weer heel veel gebeurd. Ook omdat wij een beetje uit die sketchhoek komen, is gewoon elke scène is gewoon een soort ding of zo, weet je. In plaats van dat mensen eerst een minuut ergens naartoe lopen en dan in de auto stappen en dan ergens heen rijden en een gesprek hebben wat niet echt ergens over gaat, maar gewoon wat wel vet is, maar zo dat. Ja, het wordt ook weer net zoals mensen van Roomful kennen met muziek en sound design, best wel bombastisch. En het wordt denk ik heel erg een hoge amusementswaarde gaat het hebben. Dus bij je achterwachter niet naar de wc gaan als je in de bioscoop zit. Nee, maar het duurt ook maar anderhalf uur. Dus als je niet te veel bier drinkt van tevoren, dan kan je dat wel uitzitten, toch? En we hebben jong publiek en die hebben nog gezonde prostaten. Ja. Mijn kind knuffelt niet. Mijn kind zingt. Oh. Camping Hivo. Ja? Nou, als je de H en de I verandert voor kut, en de V en de O verandert in mogol, staat er dus Camping Kut Mogol.